Het Bureau Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof is vanaf vandaag een feit. Vanmorgen vond de soft launch plaats aan de Arabiestraat Geiersvleet. Het ouderschapsverlof vloeit voort uit de wet arbeidsbescherming gezin die in 2019 in werking is getreden en die de bescherming van het moederschap en het vaderschapsverlof regelt. Minister Stephen McAndrew zegt dat de soft launch is gedaan om aan het volk duidelijk te maken dat het fonds operationeel is. Het fonds is inmiddels gestart met de registratie van werknemers. Dus werkgevers worden benaderd met het verzoek om de nodige informatie te verschaffen, zodat het toch wel duidelijk is wat het bestand is waarmee het fonds in de komende periode zal moeten werken. Dus de operationalisatie vordert gestaag. Vorig jaar hadden we de manager aangetrokken van het fonds en enkele andere personeelsleden. En vandaag hebben we dan de soft launch. Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof houdt in dat het fonds de lonen van vrouwen die in de verwachting zijn geraakt zal betalen voor de periode van zwangerschapsverlof en bevalling, zodat de toekomstige moeders onbezorgd door dat proces heen kunnen gaan. Want in het verleden waren er toch wel heel wat misstanden dat vrouwen die in de verwachting raakten en die een baan hadden, in principe werden ze bedankt. De bewindsman zegt verder dat in de wet er goede voorzieningen zijn getroffen ter betaling van het loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, evenals vaderschapsverlof. Het loon wordt voor de volle 100% uitbetaald door de werkgever en wel over de gehele periode. De werkgever moet daarvoor namens de werknemer een aanvraag doen bij het fonds. Werkgevers moeten hun werknemers registreren, omdat de inhouding conform de wet zal 1% zijn van het loon van de werknemers. Een eenvoudig voorbeeld. Als een werknemer 6.000 verdient per maand, dan betekent dat dat 1% daarvan naar het fonds moet komen. Dat is op dit moment 60 SRD, waarvan 50% voor de werknemer is en 50% voor de werkgever. Dus dat is de bijdrage die in principe gevraagd wordt door het fonds. Dat is in principe de solidariteit die van werkende gevraagd wordt om ervoor te zorgen dat het fonds aan haar wettelijke verplichtingen voor wat betreft voorzieningen voor ouderschapsverlof kan voldoen. Het ouderschapsverlof houdt in 16 weken doorbetaald zwangerschaps-bevallingsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald vaderschapsverlof voor de werkende vader.